Ik heb dus de gelegenheid gehad in mijn leven van een aantal belangrijke mandaten uit te oefenen. Ik ben 36 jaar lang gemeenteraadslid geweest. Ik ben parlementslid geweest. Ik ben lange jaren partijsecretaris geweest van de SP. Ik ben ook schepen geweest gedurende 12 jaar. Maar het allermooiste mandaat, dat is dat van burgemeester. Dat is met niets te vergelijken. Omdat het dus ten eerste op een goede dag zijt je een doodgewone burger die bij de gouverneur binnenstapt. En komt buiten als eerste burger van de stad.
En dan krijg je natuurlijk ook al de verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan. Ook de mooie momenten, maar ook de zware momenten. En, maar dat is dus een mandaat waar je dus direct bij de burger staat. Je kan de polsslag van de stad iedere dag voelen. Je komt van de ene situatie in de andere terecht. Dus morgens heb je een incident, is er een grote brand. Middags moet je een ambassadeur ontvangen. En dat gaat zo maar door, 7 dagen in de week. Het is een zwaar mandaat, maar het is bijzonder aangenaam om te mogen doen.